Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ja, ik dacht, ik kan mijn hoofd nog eens even laten zien en nu vertellen waar ik de laatste tijd zoal meer mee bezig ben en zo en wat er nog allemaal op mijn pad gaat komen de komende periode. Ik heb dus, zoals ik al eens heb verteld, een drakenboek besteld bij een lichtwerkster van Nederland. Fanny noemt zij, Fanny van der Horst. Zij brengt nu een boek over de draken uit. Drakenkracht noemt het boek. En daar staat heel veel informatie in van de draken, wie de draken zijn en hoe je met hun kunt samenwerken en wat je allemaal samen met hun kunt doen om Moeder Aarde te ondersteunen en lichtwerk en zo voor Moeder Aarde te kunnen doen. Het boek zal binnen een paar dagen aankomen, dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ik heb een voorbestelling gedaan op dit boek en binnen een paar dagen zou het, dus normaal wordt het morgen of zo, of opgestuurd. En dan een paar dagen later zou het hier aankomen, dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik kijk er heel hard naar uit en ik ga hier zeker nog wel eens iets over vertellen in een video van mij. Nu wou ik dus nog eens een boek voorstellen aan jullie in deze video waarin ook over de prachtige draken wordt gesproken. Deze is geschreven door ook een vrouw uit Nederland, Katelijne, waar ik ook al over heb verteld en waar ik ook heel veel prachtige drakenspullen en kunst en zo van heb besteld en die hier nu ook in mijn huis staan, zoals dit boek bijvoorbeeld. Het boek noemt Leef vanuit je ziel. En heel erg prachtige mooie kaf, zoals dat jullie kunnen zien. Hier staat trouwens ook een mooie eenhoorn op. En ja, er staat bij de ondertiteling ook Leef vanuit je ziel met de elfen, de draken, de eenhoorns en andere lichtwezens. Dus er is een heel hoofdstuk over de draken hier in het boek beschreven. En het is ook wel dankzij Katelijne dat ik met de draken ook beter in contact ben gekomen. Een hele tijd geleden was ik er nog niet zo mee bezig. Maar dan kwam ik uiteindelijk bij dit boek uit van Katelijne. En heb ik eigenlijk kennis gemaakt met de draken, maar ook met de eenhoorns en zo. Dus ik heb er heel erg veel aan gehad en sindsdien werk ik nu heel erg met de draken vooral heel erg samen. Ook nog wel met de andere lichtwezens zoals de engelen, de natuurwezens, de eenhoorns. Maar ik werk vooral met de draken heel erg samen. Daar voel ik de sterkste band mee, de sterkste connectie. Ik zal even een stukje voorlezen uit het drakenhoofdstuk. Een mooie boodschap die de draken dus aan Katelijne hebben gegeven, staat hier dus ingeschreven. En deze zal ik even voorlezen aan jullie. Wij zijn de draken, wezens uit de hogere dimensies die ooit leefden en ademden op deze prachtige aarde. Hoewel Moeder Aarde nooit het primaire thuis van onze ziel was, verbleven wij op haar en werkten we nauw met haar samen. We beschermden haar schatten en bliezen de leelijnen leven en kracht in. We wenden de kracht en magie van de elementen aan. We werkten hard om de aarde en al haar wezens veilig en krachtig te houden. Onze kracht werd nagejaagd en misbruikt. Deze kracht werd verkeerd begrepen en gevreesd. Daarom verlieten wij deze prachtige planeet lang geleden in onze fysieke vorm. Niettemin zijn velen van ons nog steeds verbonden met de aarde vanuit de hogere dimensies en assisteren we de planeet en haar ontwakende wezens tijdens de reis naar healing en kracht. Voor degenen onder jullie die zich begeven op een pad naar grotere liefde, vrede en verlichting, zijn wij hier om jullie te helpen en te beschermen. Maar wees gewaarschuwd, we komen alleen naar hun met een open hart en zuivere intenties. Dat is een heel erg mooie
boodschap wat de draken ons brengen. En dat klopt ook wel. Dat lees ik, hoor ik ook van andere mensen die met de draken samenwerken. En ik hoor het van heel veel mensen die iets met de drakenkrachten hebben. En ik heb zelf ook contact met de drakenenergie. En naar mijn gevoel, ik voel het dus ook echt zo aan, dat ze echt liefdevolle wezens zijn die heel erg veel voor ons kunnen doen. Ons goed kunnen beschermen, ons goed kunnen ondersteunen in het lichtwerk dat we doen. En een heel erg sterke band met Moeder Aarde hebben. En Moeder Aarde ook heel erg willen beschermen. Moeder Aarde ondersteunen. De natuur en de dieren en zo willen ondersteunen. Maar we moeten dus eigenlijk allemaal een heel erg goed hart hebben. En alleen maar zuiveren en goede bedoelingen. En dan komen ze automatisch van naar ons als we ons openstellen voor de draken, met hen willen samenwerken en enkel voor het goede en zo willen werken. Dan zullen zij op ons pad komen en dan kunnen we heel erg veel aan deze prachtige wezens hebben. Maar als we dan misbruik van hun kracht willen maken of we sluiten ons voor hun af of we hebben angst voor hun. Of we voelen enkel slechte dingen naar hun toe, dan zullen ze ons ontwijken. Dan komen ze niet naar ons toe. Enkel als we dus goede bedoelingen hebben en ons openstellen voor hun, dan komen ze wel op ons pad. Dan weten jullie dat. Dan weten jullie dat hoe dat het werkt dus eigenlijk. Ik heb er zelf ook heel erg veel aan alle mensen en zo die ik ken die met de drakenenergie werken. Ik leer nog steeds heel erg veel bij. Er is wat altijd nog wel iets nieuws te leren, dus ik weet zeker nog niet alles. Ik ben nog wel steeds aan het bijleren en zo, maar het is echt, zijn echt. Ik voel de energie van de draken voelt voor mij zo goed aan, zo magisch. Dan voel ik mij zo beschermd, zo ja, een heel erg goede positieve energie. Dat is een energie die heel erg mag gerespecteerd worden. En ja, dan hoeven we helemaal geen angst voor te hebben. Enkel liefde. Liefde en een verwelkomen met open armen. En ook ja, gewoon goed en lief voor deze wezens zijn. Dan zullen zij dat ook voor ons zijn. Dus dat wil ik nog even delen aan jullie. Dus ik raad het boek van Katelijne ook zeker aan voor de mensen die met de draken willen samenwerken. Dus het boek heet Leef vanuit je ziel van Katelijne Filippo. En ja, dus zoals ik al zei, komt er binnen een paar dagen een nieuw drakenboek aan van Fanny van der Horst. Het boek noemt Drakenkracht. En vanaf september is het ook wel echt te bestellen op het internet. En ja, dan kunnen iedereen die. Of je kunt ook op haar website terecht. Dus gewoon Fanny van der Horst. En dan kom je er wel bij uit. Dus daar kan je het bestellen. Maar je kan het ook vanaf september. Dus overal op internet en zo wel terecht. Voor dat boek uiteindelijk te kopen. Ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne avond. En heel erg veel liefs van mij.